13 december. Dus ik ga straks het pakketje openpakken, openmaken. Maar nu eerst even, een bestelling inpakken. En tas is al ingepakt. Neem ik die mee voordat we weggaan, kan ik die nog even op de post doen. Ach, mijn haar. Nou, we gaan zien wat voor haar dag het wordt vandaag. En ik ga jullie een beetje meenemen. We gaan zo een nachtje weg. En daar heb ik onwijs veel zin in. Verkouden is on top. Het is nog erger geworden. Ik heb het gevoel dat ik moet niezen. Hij zakt weer. Het is best wel weer een tijd terug dat ik zo verkouden ben. Maar nou, verkoudenheid zit er weer op en top bij. Dus ik ga nu even bestelling inpakken en ik denk, ik neem jullie mee daarin. Weer even 3 opgewonden, 10, 11 en 12. Omdat we natuurlijk een nachtje weggaan, ben ik bang dat ik anders tekort heb aan 2. Maar ik hoop dat ik hier alvast aan kan beginnen. Ik ben een beetje lekker aan het inlopen. Ongeveer. Ik zie jullie. Lekker. Ik hoor hem inderdaad. Naar bed.
goedemorgen inmiddels. Gisteren zijn we thuisgekomen en heb ik niet meer gefilmd, want mijn batterij was op en ik was zo slim om mijn adapterkabeltje alles mee te nemen. Nee, niet gedaan. Dus ik had geen batterij meer. Ik heb nog wel een paar foto's van Johan. En dus ik ga er een vlogje van maken. Jullie krijgen hem straks al te zien. Ik ga nu nog even pakketje 14 met jullie openmaken. En dan begin ik ook meteen met de vlog van dag 15. Dus die morgen online komt. Ja. Had ik dit beter kunnen plannen? Zeker. Heb ik dat gedaan? Nee. Maar ik ga pakketje 14 openmaken. En zoals jullie horen ben ik wel enorm verkouden. Dit is pakketje 14. Ik denk we doen het vandaag even anders. Ben ik echt enorm verkouden. Ja. Het is al ietsjes minder dan wat het was. Ik denk dat de hot top wel geholpen. Oh, wat was dat lekker. Echt heerlijk weg geweest. Dit is kerstlampjes. Ik hoop dat jullie hem gewoon kunnen lezen. Kerstlampjes. Dat is een witte string met spekkels. Ik vind hem super leuk. Ik ga denk ik meteen de vlog afsluiten en ik ga bewerken. Want hij moet over een klein half uur, klein uurtje. Het is nu, ja. Een klein uurtje moet hij online. Want ik wil hem iedere keer om 10 uur online hebben. En dan ga ik meteen een nieuwe beginnen. Dus dan, het gaat eventjes, het gaat pittig worden. Het gaat pittig worden. Maar het gaat lukken. Ik ga er gewoon voor. Het zijn kleine vlogjes. Deze zal wel ietsjes langer worden. Maar ik ga hem nu heel snel bewerken. En ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Doeg!